De arrestatie van de neef van Ridouan T., de meest gezochte crimineel van ons land, is om meerdere redenen interessant, schrijft John van Heuvel vanochtend in de krant. Anouar T. wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum afgelopen september. Maar wat weten we over deze Anouar T.? In mijn studio staat John van Heuvel zelf. John, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie is het? Het is een neef van de meest gezochte crimineel van Nederland, Ridouan Taghi. Ja. Iemand die ook al eerder in verband is gebracht met strafbare feiten. Ook al is aangehouden door de politie. Betrokken was bij plofkraken. Eigenlijk niet op het opereren in het hoogste segment van de georganiseerde misdaad. Dus zeg maar leidinggevende posities bekleden. Maar meer de uitvoerende en organiserende sfeer. Daar moet je aan denken. En dat is ook iets wat hem nu wordt verweten in de zaak van Derk Wiersum. Ja, hey, en wat zegt het dat hij nu is aangehouden? Dat het onderzoek in een soort van stroomversnelling komt? Nou, dat zou ik nog niet willen zeggen. Maar het is wel een belangrijke aanhouding. Als inderdaad de politie op het goede spoor zit. Kijk, het is natuurlijk belangrijk om te weten wie de uitvoering ter hand heeft genomen. Ja. Daar is een verdachte in aangehouden, al vrij snel na de aanslag. Kwam deze man in beeld. Ja. Er is ook deze week bekend geworden dat er twee helers van auto's, van vluchtauto's, zijn aangetroffen. Althans, aangehouden. Mensen die daarvan worden verdacht. Ja. En nu deze man, die ook een uitvoerder lijkt te zijn, maar dan weer op iets hoger niveau mogelijk. Ja. Een soort regelaar, een soort tussenpersoon. Ja, zo kom je stukje bij beetje kom je natuurlijk bij de uiteindelijke top uit, als het goed is. Ja. En dan pas kun je spreken van ja, we hebben de zaak rond en we kunnen met het hele pakket naar een rechter. Maar als eenmaal met zijn identiteit, dan is het lijntje naar Ridouan T. dat wel gelegd. Als je het zo bedoelt, dan is het wel belangrijk, ook natuurlijk in de hele lijn van het onderzoek. Kijk, vanaf dag 1 is gezegd van nou, de moord op Derk Wiersum heeft te maken met het Marengo-proces en de strafzaak tegen Ridouan Taghi en het feit dat er een kroongetuige verklaring heeft afgelegd. Maar goed, dat moet wel worden aangetoond. En ja, als je middels die tussenpersonen inderdaad uiteindelijk bij die vermeende opdrachtgever Ridouan Taghi terechtkomt, dan is dit een belangrijke aanhouding. Ja. Zou de neef weten ook waar hij zit? Daar moet je ook wel bijna van uitgaan, hè? Dat hij veel kennis heeft. Ik denk niet dat hij weet waar hij zit, eerlijk gezegd. Ik denk dat dat groepje dat die wetenschap heeft uiterst beperkt is. En en iedereen binnen zijn organisatie zal er van doordrongen zijn dat je eigenlijk ook maar beter misschien niet kunt weten waar hij zit. Want dan voor je natuurlijk sowieso al een risico. Maar er moet natuurlijk gecommuniceerd worden met hem. En deels zal dat gebeuren met speciale telefoons, PGP-telefoons of andere telefoons die gecodeerde berichten kunnen versturen. Maar in een zeer beperkt aantal gevallen zal het contact misschien via personen plaatsvinden. Ja. Maar dat zullen er niet heel veel zijn, schat ik zo in. Nee, bij een criminele organisatie heb je het liefst zoveel mogelijk schakels. Ja. Dus de uitvoerders en de opdrachtgever. Ja. Maar het feit dat zijn eigen neef er nu bij betrokken is, dan breed je bijna een beetje met die code. Hè? Dan zit je wel heel dicht bij het vuur meteen. Ja, nou ja, ik weet niet of dat zo is. Hij heeft toch nog wel een behoorlijk groot netwerk om zich heen. Is het idee bij politie en openbaar ministerie in ieder geval. En hij heeft ook heel veel, laten we zeggen, aanhang in bepaalde wijken. Onder andere Vianen, Nieuwegein, zeg maar, waar deze organisatie toch wel zijn roots heeft. Want dat schreef jij ook, hè? In je column vanochtend. Dat twee gebieden, Zuidoost, Vianen en misschien Nieuwegein. Moet je dan bepaalde wijken in Utrecht erbij nemen. Daar is hij een soort van Overvecht. Held. Ja, daar is het een held. Dat zijn sowieso al hele moeilijke toegankelijke wijken voor politiediensten. En op het moment dat je daar in bepaalde auto's zo'n wijk in rijdt, dan is iedereen al gewaarschuwd dat er aandacht is van de politie. Dus dat is buitengewoon lastig, ook om daar te observeren. Ja. Maar ze zien hem daar als een held. Dat klopt. Vanuit die hoek zul je weinig, vanuit die hoek zul je weinig tips hoeven te verwachten. Nee, is het dan zo dat is gewoon überhaupt een mission impossible voor de politie om daar een informatiepositie te krijgen? Want dan moet je ook echt agenten hebben van bepaalde afkomst van veel mensen. Je zult vertrouwen moeten hebben. En het vertrouwen is natuurlijk al een heel groot probleem. Men kijkt vanuit een soort traditie al met heel veel wantrouwen naar alles wat overheid is. Ja. Alles wat politie is. Kijk, wat daarin wel een rol kan spelen. En ik vind dat eigenlijk politie en OM daar veel te terughoudend in zijn nog steeds. Maar dat je misschien met het uitlopen van een hoge beloning daar wel
reuring gaat krijgen. En dat er toch, kijk, ze doen ook, ze zijn heel loyaal, maar ze doen ook alles voor geld. Precies, geld is in hun zwakke dat is de achille ziel. Ja. En die beloning is opgetrokken. Dat was in eerste instantie een beloning van 100.000 euro voor tips. Dat, nou, dan lachen ze om. Daar lachen ze om. Ik denk dat een miljoen zomaar bespreekbaar is. Ja. Dus, maar dat zou in mijn ogen wat meer uitgedragen mogen worden. Want zo veroorzaak je in ieder geval dat er over wordt gesproken. En dat er toch eens een keer iemand denkt van nou laat ik toch eens een babbeltje gaan maken. Er zitten al twee broers van hem vast in Marokko. Ook, die hebben te maken gehad met een moordaanslag, waar per ongeluk voor mij de zoon van een rechter om het leven is gekomen. Ja. Dan zou je heel populair kunnen zeggen, het net sluit zich om hem, maar tegelijkertijd... Ja, maar dat is nog veel te vroeg. Dat is nog veel te vroeg. Zolang hij nog power heeft, geld heeft, wat dan wordt gezegd, Iran... vrijelijk zou kunnen bewegen, maar ook nog allerlei handlangers in Dubai heeft, familie in Dubai. Weet je, dat zijn landen waar Nederland eigenlijk niks... Nee. In de melk te brokkelen heeft, waar ze geen goede contacten, geen goed overleg, geen goede informatiepositie hebben. Dus dat is heel erg lastig om dan nu al te zeggen, het net sluit zich. Nou, dat is veel te voorbarig, veel te vroeg. Oké, John van Heuvel, dankjewel voor je commentaar.